Dames en heren, wat mooi dat jullie erbij zijn bij zo'n nieuw filmpje. Vandaag ben ik wederom met mijn boy Len. Die kennen jullie misschien van dat we naar Zwitserland zijn geweest. En ja, exact hetzelfde zeggen als vorige video. Ja, of de vorige video wou ik zeggen. Maar... Zeg gewoon vorige video, Ilona. Maar wat als mensen de vorige video niet gezien hebben? Ik ben Len van Zwitserland. Ik heb jullie op instagram.com/ergmetgames gevraagd in mijn story. We gaan vandaag reageren op jullie kanalen. Dus stuur even je kanalen door en misschien reageer je er wel op. En misschien gaan we het wel roasten, misschien ook niet. En daar hebben we 1 miljoen reacties op gehaad. Hier zijn al reacties. Boah, dat is best wel veel. Dus laten we kijken naar wat YouTube kanalen en ze beoordelen. Is dat kanalen beoordelen? Demiland dat niet ook? Nee, wij moeten even een ander woord verzinnen. Kanalen rating the channels. Oh, je hebt toch ook dat gebeuren dat je dan zo moet ranken? Wat iedereen deed. Oh, die tierlist. Ja, tierlist. Ja, dat doen wij. Dat ja, doen dat wij. Is, laten dat we dat doen. Ja, welkom bij kanalen tierlisten. Oké, okay, het idee is ook, wij gaan allebei het kanaal beoordelen. We hebben allebei een andere lijst met criteria. Die weten we niet van elkaar. Nee. En uiteindelijk gaan wij discussiëren of je kanaal een voldoende heeft of niet. Hier is Alex laagstreepje klein. En die zegt, Alex Klein, echt super cool. Moet je zien. Oké. Oké, Alex Klein, 264.000 abonnees. Dat is veel. Dat is meer hij heeft een vinky ook. Ja, dat is meer dan ik. Oh, hij is meteen heel luid. Hij is echt heel luid meteen, oké. Okay. Dat is goed. Zijn kanaal heet ook Abonneer, Alex Klein. Je zou het omgekeerd denken. Ik zou het omgekeerd doen, inderdaad, ja. Is dit een van jouw criteria? Dat weet je niet. Laten we even kijken bij het About, een stukje. Alex Klein, Minion Fart Gun, Fortnite Battle Royale. Mijn naam is Alex, ik ben 16 jaar en ik maak Fortnite Battle Royale video's. Stel je dat je 16 jaar bent en 260.000 abonnees hebt. Gewoon een kind. Dat is gewoon een kind. Gewoon het dat is gewoon een kiddo, dat is een baby. Dat is een baby bijna. Toen ik 16 was, kwam ik net uit de baarmoeder, kan ik je vertellen. Ja, ik ook. Dus ik was een laadbloeier. Ja, ik kreeg net haar op mijn hoofd. 100 spelers nemen afscheid van de agency RIP. Dit is spannend. Vandaag nemen 100 mensen het tegen elkaar op voor een gratis skin in Fortnite Battle Royale. Oké, mijn eerste reactie is, ik denk dat ik nog nooit iemand zo erg met zijn mond open heb zien praten. Fortnite Battle Royale. Wat, mijn eerste reactie? Ja. Is dat ik zoveel prikkels kreeg dat ik helemaal... En hij spreekt Fortnite uit als Fortnite. Echt? Fortnite. Je hebt dus SpongeBob, hè? Ja, ja, ja. Er zijn dus heel veel mensen, ouders, die vinden dan SpongeBob te veel herrie. Dus die willen echt? Ja, die willen niet dat een kind SpongeBob kijkt, want het heet het... Ah, nou, Octo! Ja. Dat is gewoon echt irritant. Ja. Maar dat vinden kinderen wel leuk. Maar dit staat gelijk aan 100 keer SpongeBob. Hij gaat dus een 100 spelers een gratis skin geven in Fortnite. En dan gaat hij even zo en dan hebben we muziek op de achtergrond. We zijn aangekomen in de game en we moeten er dus allemaal voor zorgen dat je landt bij de agency. En oh my god, er komt... Wow! Ik voel dit totaal niet. Dit gaat gewoon nog 18 minuten door. Ja, dit duurt 20 minuten, ja. Ik ben ook benieuwd hoeveel video's hij dan op een dag opneemt. Maar als je echt alleen maar moet zeggen wat er gebeurt. Oh, ik ga dood! Ik denk dat hij een filmpje maakt. Ja, en ja. Dat hij dan daarna zijn ING-app opent. Ja. Oh ja. Hij heeft zijn kinder, zo'n jeugdrekening. Ja, hij is 16 blijkbaar. En dan ziet hij. Oh ja! Oké. Okay. Dus we zitten op een YouTube-kanaal van Abonneer. Wat is je final rating van dit kanaal? Oh, de hele tiers. Tier, van tierlist? Hier, kan even opzoeken. Oh, dit is daadwerkelijk tiers. Oké. Okay. Tierlist. Wat doe jij? Nou, ik ga dus mijn criteria langs. Ja, die zie je nu in beeld. Die ga ik niet aan jou vertellen, want dan weet je meteen wat mijn criteria zijn. Maar ik moet het wel weten. Jij moet wel weten wat jouw criteria zijn, maar... Oké, dus mijn criteria zie je nu in beeld. Maar dan moeten ze ook mijn criteria in beeld zien. En als je dit zo berekent, dan komt dit kanaal gewoon uit op een B. Dat is best hoog. Dat is best hoog, ja. Maar ik kom uit op... Mag ik nog één keer de tierlist zien? Die mag één keer de tierlist zien, ja, hier. M&M staat op S. Ik kom uit op C. Op C? Ja. Oké, dat vind ik interessant. Nee, ja. Dat vind ik interessant. Dat betekent wel dat je andere criteria hebt dan ik. D. D zelfs? Ja. Nee, C. Even kijken. De Lievertjes. Dat klinkt als een familievlogkanaal, moet ik zeggen. Ik heb zoveel zin in. Even kijken. 131 abonnees. Dat is oprecht best wel veel. Eerst raad het liedje. Wat is dit? Ze hebben wel slow motion. Ik heb het idee dat dit niet hun idee was. Hoezo niet? Hier is over nagedacht. Ze hebben een laptop, ze hebben ballonnen, ze hebben een naald en ze hebben een plantenspuit. Dat zijn zoveel elementen waar ik als kind persoonlijk niet over na had gedacht. Yes. We kunnen ook nog even kijken naar de liefjes stellen zich voor. Dit kanaal is al maar een maand oud. Dit is ook... Hoi! Hi!
kan zo'n kind dat al betalen? Het kind is een 1. Maar dit wordt ook gefilmd door iemand. Ik zag dan meteen, die camera beweegt door kamers heen en zo. Er zit iemand achter dit kanaal. John de Mol. Dat moet wel. Ik denk dat John de Mol... Er is maar één iemand met zo'n budget. Er is maar één iemand met zo'n camera. Wie heeft er vier kinderen? Wie heeft er vier kinderen in huis? En AirPods. Wat is jouw rating op de tierlist? Zal ik eerst die van mij geven? Dit is een S. Maar dit is echt gebaseerd op criteria. Ja. Ik geef het een B van Bernard. Wel hoger dan het vorige kanaal. Het kanaal van Abonneer. Ja. Nou ja, er zit nu zo'n scheurtje met trommelvlies. En dat is allemaal door dat joch. Door dat joch. Ja, echt. Als ik, okay. Als ik hem zie, ik geef hem een factuur. Van de zorgkosten. Hier is Peldipi. Peldipi? Peldipi. Die kunnen we misschien nog wel even kijken. Hoe spreek je P-E-W uit? Pel. Oké. Het is een beetje een gek logo. 104 miljoen abonnees. Dat moet nep zijn. Dat is gekocht. Ik kan niet 100... Meer dan 100... Er wonen 17 miljoen mensen in Nederland. Heel hier goed. Is Timo van der Zel 28. Die zegt Timo van der Zel. Timo hier van der Zel. Timo van der Zel. 257 abonnees. Timo van der Zel 28. En hier staat... Dit is een I, denk ik. Ik denk dat hier de... Tino. Tino van zijn 28. Hij is dus 28 jaar oud. Dat is oud. Auto in de fik, Timo in Duitsland. Waar is hij? Hij is in Duitsland. Hij is oud. Heeft hier iemand appeltaart besteld? Tortentaxi. Het is een PowerPoint presentatie over hoe hij in Duitsland was. Nou ja. Waar is Timo? Ik zie Timo in Duitsland. Ik zie heel veel Duitsland. Ik zie heel weinig Timo. Je kan je wel zo druk gaan maken. Ja, ik vind het heel storend. En dit prikkelt me een beetje, moet ik zeggen. We hadden het net nog over wat maakt nou een goede YouTube-video. Een hele FPS-discussie. Ja, oké. Dit is minder dan één FPS. Dan 1 FPS. 1 frame per 3 seconden. Ja. Dat is... Ben je zo zelfverzekerd voor je kunst? Kijk, we kunnen hier lang of kort over praten. Maar dit is gewoon goed. Dit is gewoon heel goed, ja. Dit is, we zagen net P.O.D.P. en dit is... Dat is toch anders dan ik vind wel dat hij mag wel een beetje blij kijken op de banner. Nee, maar dit is gewoon, hij is gewoon zichzelf. Hij is gewoon casual Timo. Anders is dan hij is. Ja, oké, casual Timo, maar nog. Hij kijkt wel een beetje zo van... Welke tier is het? S. Is het S? Voor jou? Dit is een M&M. Een KitKat. Nou, ik weet niet of ik zo ver zou gaan om het echt met een KitKat te vergelijken. Hoezo niet? Oké, nou voor mij is dit een B, is dit. Jij wil echt gaan voor die... Starburst. Verkoop ze niet eens in Nederland. De kerels. 3 mensen hebben gereageerd met de kerels. En 1 is zonder hoofdletter en 2 is met hoofdletter. Even kijken. 126 abonnees. Een soort van... wat is dit? Oh, ik had deze opgezocht. Hoe heet dat babymerk? Zwitsal. Ja, Zwitsal. Doe een beetje denken aan Zwitsal. Ja. Ze hebben geen banner trouwens. Dat is vreemd. Nee, zwart. Express. Oh, is express zwart. Dat is een hartstikke keuze. Ja, oké. Hoor je vaker. Hallo, wij zijn Luke, Jay, Jur en Jur. Wij doen veel verschillende soorten dingen, zoals challenges, gaming en andere dingen. Ik vind het sowieso wel mooi dat ze die okergele tint hebben gekozen. Met dat sunburst, oranje vlek zo er doorheen en dan die zwarte achtergrond. Ik merk dat dit een van jouw criteria is, of er een sunburst in zit. Dat heb je al een paar keer aangehaald. Challenge uit de hoge hoek, maar dit is 10 maanden geleden, gast. Wil je weten dat dit dezelfde mannen zijn? Ik was toen jarig. Je was 10 maanden geleden jarig? Jij? Gefeliciteerd, man. Thanks, man. Hallo. 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 Welkom bij de eerste challenge-video. Gaan wij even... Dit is een leuk segment. Dit is een segment. Segment. Welke van de 4 zijn de 2 jurren? Ik ben benieuwd. Ik denk deze. We hebben ook... Ik denk namelijk niet dat de 2 jurren naast elkaar zitten. Nee, dat denk ik ook niet. Want dat is te grappig. Dan zeg je, wij zijn die Jur en Jur. Ah. Dan denk ik, weet je? Gaat helemaal op, rechts okay. Is Luc, ja, ja. Hij is Jur. Ja. En dit zijn 2 Jur. Ik heb 3 Jurren nu, maar dat is prima. Laten we gaan. Vandaag bij deze challenges video, we gaan challenges doen. En als straffen gaan we... In de sloot springen. Ja. Yay. Waar was het voorstelronde? Wie zijn ze en waar keek ze naar? Het was echt van, als straf gaan we in de sloot springen. This year. Welke is dit? Ik zei dat... Welke is dit? Die bij Bernard, dat is eentje maar, toch? Dat is dit joch.
Jij zat... Nee. Nee, kut. Ik doe hem ook hier. Het is een lage resolutie. Ik doe hem ook hier. Hij is diegene helemaal links, volgens mij, toch? Ja, ja. Ja, dat is hier. Ik doe hem ook hier. Dat zei... Ja! Nee, echt! Jay! Ik doe hem Jay! Dat was Luc. Ik dacht dat het Luc was. Nee! Wow, ik zei het nog. Gast. Fuck, die andere is Luc. Van iedereen. Dat is best wel grappig. Wat zo'n kalm die glas is. Heb jij in je jeugd zoveel vrienden gehad? Ik niet. Nee, tuurlijk niet. Ik had echt nog niet eens de helft. Ik vond mezelf niet eens leuk vroeger. Welk cijfer geef jij? Welke lijst op de tier? Nou, ik had het dus fout met de namen. Maar het was wel een heel leuk geintje met de banaan en de beker in ja, de pan. Ja, dat vond ik leuk. Dus dit is voor mij een F. Dus dat is niet in de criteria? Het is een F. Ja, ik ga voor de A van Lodewijk Asscher. Zit er maar een A in Lodewijk. Je kan niet twee namen noemen. Je kan niet voor de A van en dan twee namen noemen, gast. Maar waar kun je dan A Asscher op? Is toch het museum? Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Ik vond het mooi dat jullie erbij waren. Laat je kanaal hieronder in de reacties achter als je wilt dat wij ook op deze manier naar jouw kanaal kijken. Ik weet niet waarom je dat zou willen, maar dat is... mensen vragen er al een tijdje over. Tierlist, ja. Maar hoe gaan we de volgende keer kanalen beoordelen? Want we kunnen niet elke keer met een tierlist blijven werken, het is een beetje achterhaald. Iedere keer hebben we een ander systeem. Ja, maar we moeten niet alvast aankondigen wat het voor de volgende keer is. Zodat je dan als kijker kan denken, ja, ik wil wel dat mijn kanaal op die manier gerated wordt. Misschien met van die dumper treten. Dat zou ik echt dat doen. Ja, van die reet gewoon vijf reten en dan zo de reet in beeld. Ja, dat noemen we dat. Dit is de toffe content die je mist. Word ik in jouw kanaal van nu Twitch? Nu jij eigen Twitch. Je hebt echt net gele tanden als een gangster. Dat is het licht, denk ik. Hoop ik. Heb ik echt geen... Oh, een beetje. Hou je bek, gast. Slaat jij me af, ook een video? Ik heb het nog nooit gedaan, hè. Oké. Wat is adios in het Spaans?